Een cameraman en een presentatrice. Een zomerzonnetje en veel groen. Voeg dat samen en ga op zoek naar spontane ontmoetingen. Mensen, jong en oud. Gesprekken in het Maastrichts, Nederlands, Engels, Frans of Duits. Geniet mee van Zomer in het Park. Ik ga even kijken. Mag ik mee naar binnen? Ja? Ronald, kom. Maar ik sluit wel af. Oh, dat is slim. Ze hebben dadelijk dieren. Nee, dat is zonde. Oh, kijk. Dat is met je neus in de boter vallen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat gaat er gebeuren hier? Eigenlijk gaan we het geitenvoer pakken. We beginnen altijd met de beestjes te voeren. Dus de hert en de geit krijgen hetzelfde. Ja. Deze pakken we 4 of 5 scheppen voor. Zo. Dat zal genoeg zijn. Kan ik iets dragen? We kunnen meteen het kippenvoer meenemen. Ja. Dus, maar zij draagt dat wel. Nee, De dingen gaan niet open. De deur gaat niet open. Is aan de andere kant afgesloten? Dat zou kunnen. Dan moeten we dadelijk even zo om teruglopen. Ik denk dat we even om kunnen lopen. Ja, maar de herten zijn namelijk behoorlijk schuw. Okay. Dus die voeren we, proberen we nog in het gras te voeren en langzaam naar de voerbakken te lopen. Oh, kijk, daar komen ze al. Ja, de hertjes zullen wel. Of de geiten zullen wel. Ah, ik sta normaal aan de buitenkant. Oh. Oeh, je gaat wel heel snel. En voor wie is dit? Wat je hier gedaan hebt? Kijk, die komen, want dit vinden ze vaak nog wat spannender. Oh, ik ben blauw. Maar de schapen die komen vaak en die eten dan heel snel alles op. Wat gaan jullie doen? Wij gaan de kippen voeren. Ja? Ja. En dan gooien we het, zoals daar voor de duiven, gooien het gewoon op het gras in de schaduw. Zodat ze van de grond kunnen eten. Oké. Okay. En komen die dadelijk in één keer naar ons toe rennen? Als het goed is wel, maar ik zie er al een paar kippen naar die kant rennen. Die zijn door de hitte bevangen. Ja, ja, en lekker in de schaduw voeren. Dat is toch wat fijner dan in de volle zon. Ja, precies. Maar hier staan nog een paar kippen. Kijk, daar komen ze. Jullie zijn eigenlijk van de kinderboerderij in Dalhof, hè? Ja, ja. En jullie verzorgen nu die beesten hier. Hoe vaak doe je dat per week? Iedere dag gaan we hier naartoe. Ja, ja. Eén keer per dag? Ja, één keer per dag. We gaan 's ochtends vroeg rond 11 uur inderdaad vertrekken. Of 10:45, dan zijn we hier. En dan zijn we toch wel 1 uur, 1.5 uur bezig met de dieren verzorgen. Ja. En dan gaan we daarna weer terug. En schoonmaken? En ja, dat doen we allemaal als we hier zijn. Ja? Ja, dat doen we 1 keer op een dag. Ja. En de volgende dag doen we gewoon alles weer opnieuw. Nu zien ze lekker aan het eten. Ze kregen iedere dag kregen ze dus een bepaalde hoeveelheid brokjes kregen ze, dus vast voor. En voor de rest kregen ze iedere dag veerstru. De staal werd super gemaakt met een lekkere laag stru voor ze. Wat ze ook lekker kunnen eten. En de bijen werden super gemaakt, want iedere dag moesten ze de poepjes eruit halen. Ja, ja, ja. Dat duurt ook de bijen natuurlijk. Nou, ze zien er niet voor niks zo goed uit. Ja, ik denk het wel. Hè. Ja. Ja, ze hebben nu in zomer vaak, straks in de winter komen er allemaal horen op. Dus nu zien ze eigenlijk het schoonste. Oh, jullie gaan de poepjes opruimen. Ja. Jullie dat maar. Jullie zijn het ezelteam. Ah, dat is niet een ezel. Nee, dat heb ik niet gedaan. Zo, daar zit genoeg vliegen op.
Ja, als je misschien niet zo lang vertrekt. Ja. De hertjes zijn erg mooi om te zien, vooral als ze rennen. Ze kunnen ook enorm hoog springen. We laten ze ook wel eens op een ander stukje weiden, als het gras wat hoger. Maar ze zijn natuurlijk schuw, dus toen kwam een van ons weer aangelopen. Nou, ze sprongen bijna over die persoon heen. Dat ze echt gewoon, niet erover, maar wel ter hoogte van je hoofd kunnen ze gewoon springen. Dus dat is altijd mooi om te zien. En hoe vind jij het contact met de mensen die door het park lopen? Ja, ook leuk. Vooral toen we hier net kwamen verzorgen, trokken we toch wel veel bekijks. Dat mensen langs het hek zoiets hebben van, hey, wat gebeurt hier en wat is er aan de hand, zeg maar. Dus... ja, dat was wel leuk. Ik neem aan heel veel positieve reacties. Ja, ook wel, ja. Want het is en blijft natuurlijk fantastisch dat dit in het park mogelijk is en er überhaupt nog is. Ja, en inderdaad een openbare plaats waar de mensen nog de beestjes kunnen komen kijken en zo. Dat, ja. Ook herten zie je natuurlijk niet vaak, dus dat is eigenlijk wel uniek in een stad, in het midden van een stad, ja, zeg maar. Dat is het ook. Ja, ja. Ja. En komen jullie ook spullen tegen dat je denkt, hè verdorie, je had dat nou over het hek gemoeten? Ja, we komen wel eens sinaasappelschillen tegen en aardappelschillen. Terwijl, ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ze krijgen hier gewoon brok, wat bedoeld is voor die diersoorten. Kan wel goed bedoeld zijn. Het is zeker goed bedoeld. We zijn ook nog bezig met het plan uit te werken dat we in een nabijgelegen plek waarschijnlijk voerzakjes afgeven. Dat mensen voor zeg 30 cent een voerzakje kunnen kopen en er zit dan algemeen voeren. En dat mogen ze dan dus wel aan de beestjes geven. Want het is ook wel handig dat als je iets verbiedt, dat je ze toch een optie geeft wat ze wel mogen voeren. Maar dan moeten we eigenlijk, dat zijn we nog aan het uitwerken. Leuk. Maar dat is, gaat wel gebeuren in de toekomst. Want het staat nergens aangegeven wat de beestjes wel en niet mogen, hè? Nee, dat zouden we, er hangt daar een informatiebord. Ik zit inderdaad te denken om een lijstje te maken dat in ieder geval fruit en zo absoluut niet mag. Het enige wat zou mogen is gedroogd brood. Het punt is alleen dat mensen, als ze het te lang laten drogen, gaat het weer schimmelen. En of het is niet goed, als het nog zacht is, is het ook niet goed. Dus dat zou je eigenlijk ook nog moeten controleren. Want anders komt er toch beschimmeld brood over het hek en andere dingen toch nog binnen, zeg maar. Ja, een kleine handleiding is misschien fijn. Ja, dat zou tenminste, ik kan me voorstellen dat niet iedereen weet. En als je niet weet, het is zeker goed bedoeld en het is leuk om te doen. De beestjes komen dan op je af. Maar we moeten daar goed alternatief voor bieden. Dat ze ook... Wij blijven nog even lekker zitten. Wellicht dat de hertjes nog eventjes onze kant opkomen. Er volgen nog veel meer zomer in het park, dus blijf kijken. Dag. Komt er nog een? Oh, misschien gaan ze daar naar eten dadelijk. Waar zijn ze dan? Maar kijk, hebben ze wel het eten gevonden. Ja.